We hebben een specialer publiek, denk ik. Ik denk dat de mannen van beroeps, arbeidsfinaliteit, niet altijd een even goede thuissituatie. Veel broertjes, veel zusjes, papa en mama gescheiden. Thuis geen auto hebben, geen geld voor een fiets. En hoeveel ongeluk dat sommige leerlingen hebben in opgroeien, in thuissituaties. We hebben ook verschillende leerlingen die een vader of een moeder al overleden is. Ik vind dat belangrijk, dat ik niet tegen hun zeg, allez, wat gaat uw vader daar vanavond thuis van zeggen? Ik wil dat ook weten, dat er misschien geen vader niet meer is als ze thuis komen s'avonds. Dat je daar rekening mee houdt ook. Dat zijn allemaal mensen. Wat lief? Uw stiefmama. Gaat het nog altijd niet? Nee? Je kunt niet van 8,5 tot 4,5 gewoon sec zo komen lesgeven. Dat gaat niet, dat bestaat niet. Je moet niet hun beste vriend zijn, hè? Dat ook niet. Maar ze moeten toch voelen dat je er voor hun bent. Seppen is een klasbak, hè? Een beetje zwijgen. Wat een vuilbak. Een klasbak. Ja, jij bent een patat. Ze moeten echt soms zeggen dat ze iets waard zijn. Er zijn leerlingen dat thuis nog niet gehoord hebben. Ze geloven dat niet altijd, maar dat is echt wel zo. Daar moet je continu echt wel mee bezig zijn. Laat nou een keer zien dat jij dat kunt, klasbak. Een trap maken, dat kan niet iedereen. Voorzichtig, hè? Een stoel, een tafel, dat kan niet iedereen. Dat leren ze hier. Je moet hen dat echt wel duidelijk maken, wat ze kunnen, dat dat goud waard is. Dario, lach een keer. Ik heb vandaag op lachen. Wat is er vandaag? Wat? Ik heb zin vandaag om te lachen. Hoe komt het? Zwaar weekend gehad? Slecht weekend gehad? Nee. Wat is er dan? Komt het niet uit? Maar Sjoeba, zie ik naar alle resultaten? Dat is toch wel goed? Goed. Ik zal een keer naar de details moeten kijken. Ah, het is, ja, de details zijn wel belangrijk natuurlijk. En dat ze die vakfierheid hebben. Dat is heel belangrijk. Dat ze fier zijn op hetgeen dat ze gemaakt hebben. En niet zeggen, well, ik kan dat niet. Je kunt dat wel. Je kunt dat wel. Je kunt dat zeker wel. Ja, maar je moet wel wat zuiver werken, hè, met Luco. En hier in dat derde moet je echt wel nog zo'n beetje trekken en sleuren en doen van, allee, kom, doe nu een keer voort. Allee, pak nu een keer dat schroefmachine. Zie dat verstek mooi aansluit. Wow, het is goed, hè. Nee, het is niet goed. Je verstek sluit niet aan. Opnieuw. Je moet daar wat meer liefde in steken, hè. Anders komt het niet slim, hè. En niet erop tevreden zijn. Daarop zeggen van, het is hier goed, daarmee leren ze iets. Maar doe dat op je gemak, hè, jongen. Ça va? Goed, dat komt goed. Hier is het moment om dat te leren. Niet als ze gaan werken. Dan is het voor echt. Zijn je terug mee? Zijn je zeker? Kom, leg het mij uit. Kom. Hier. Leg het mij uit. Wat ga je doen? Ga je een pen maken? Hoe ga je eraan beginnen? Je bent nog altijd bezig met de toekomst van die jongens en meisjes. Dat is een hele belangrijke taak. Een hele moeilijke opdracht soms. Maar het is het waard. Echt. Het is echt waard. Ze verdienen dat cadeau. Dat is prachtig om van die ruwe diamanten te maken op het einde. Kijk een keer naar die lijn. Nee, hier. Zo. Kijken. Zie je dat dat aansluit? Ja. Want met de proclamatie, met het einde van het schooljaar, dan moet ik moet altijd wenen. Hè. Omdat ik altijd zo fier ben. Ai, 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 toch. Je weet dat je ze misschien niet meer gaat zien. En dan staan ze daar zo chic, met hun ouders dan bij en dat diploma. En dan weet je van, ja, ze zijn er gerokt. En ik heb daar ook wel een heel klein beetje aan meegeholpen. En ik vind dat is fenomenaal. Dat gevoel dat ik dan krijg, ik kan daar niks aan doen. Echt, ik kan daar niks aan doen. Dat overkomt mij, dat overvalt mij.